Haast! Zo. Oh ja, hallo! Is dat Polonaise? Oh, dat was een Polonaise! We hebben... Heren. Ja. En jullie zijn het Team Sexy normaal gesproken? Ja, dat klopt. En daar kom ik niet zo vaak op toegeven, maar meestal zie je er toch niet zo uit. Nee, meestal niet. Maar er is natuurlijk wel speciaals in Middelburg. Carnaval. Ja, dat... Ik moet zuipen. Aanstaande vrijdag. En wij zijn alvast begonnen. Ja, maar ik vind dat al heel bijzonder, hè? Want carnaval in Middelburg, we staan daar niet echt bekend in het Zeeuwse, tenminste niet in Middelburg, dat we carnaval vieren. Jullie gaan dat gewoon proberen, nee, samen met de Rode Horen. Ja. Of tenminste samen, die doen het ook. Ja. En wij willen mensen... Ja, wij gaan beter doen, hè? Hier halen. Wij willen de carnaval naar hier halen. Maar ik zie al met een gieter staan, ik zie allerlei attributen. Ik zie hier, nou, het is gewoon een penis. Laten we daar... Ja, en wat is dit? Wordt het rad van het bier. En dan mag je voor €2 mag je drukken en dan kan je of een gieter bier winnen, of Team Bier voor, of vlugel, een doosje vlugel, of helemaal niks, wat dan ook. We hebben de buurman. Buurman! Oh. Buurman, wat doet u nu? Komt daar nou ineens aan? Die laat zich alleen horen. Wat komt daar nou ineens aan? Ben je verlegen? Rechtop. Is dat jouw tenue hier zo? Ik heb een vriendje meegenomen. Hoe is dat dan? Ik heb een vriendje meegenomen. It's all fake news, it's all fake news. It just billions and billions and billions liters beers. Hey, proost. Proost, jongen. Neem ook een biertje. Ja, lekker. Thomas Toeter loopt met de toeter. Maar daar ben je er toch. En, ja. En jullie hebben ook carnaval. Sta stil. Ja, zeker wel. 1 maart. Dan gaan we het gewoon even, niet proberen, maar gewoon doen. Gewoon doen, ja. Zeker. Okay. Dus de 2 zaken, is dat allebei op dezelfde tijd? Gewoon vanaf 10 uur of zo? Vanaf 10 tot late uurtjes. Tot late uurtjes. Dat is omvallen. We hebben er zin in. Dus, Is nou te zuipen. Want het thema of de naam is Ik moet zuipen. Dus nou, dat gaat ook gebeuren met de rode knop. En wat is hier die kroon bijvoorbeeld? Want, daar is ook nog een verhaaltje aan vast. Ja. Klopt. Degene die het mooiste verkleed is van de avond, die gaat die breekstaafjes uitdelen. Die kan, dan degene, die kan je uitdelen aan degene die jij het mooiste verkleed vindt. En degene met de meeste bandjes, die wint op het eind van de avond 2 tickets voor Grieps, Festival Grieps. Uitverkocht, dus ja, koning, carnaval en of koningin, carnaval. Het is ook gewoon een beetje even leuk. Ik zie al bieren. Kijk, dat gaat het vrijdag ook worden, hè? Veel morsen, veel bier gooien. Maar we horen nu op de achtergrond het liedje. Ik moet zuipen, maar ik neem aan dat de hele muziek is de hele... Kijk eens, hij heeft gewonnen. Ja, Sander Willems is erbij, DJ Harry en Team Bier doet ook een plaatje en dan gaat het helemaal goed komen. Ja, dus, mag ik bij wijze van de stad nog iets verlopen? Zeker, ik mag 2 keer 2 tickets verlopen. 2 keer 2 tickets. Dus voor degene die reageren morgen gaat. Ja, dat schudt erop. En bij Thomas mag je... Bij de oortjes, we hebben natuurlijk 2 oortjes. 2. Linkeroortjes hebben we de DJ Basje. Die komt lekker Nederlandse plaatjes draaien. Ik ga het zelf in de oude horen doen, aan de rechterkant. Het zal dan niet helemaal carnaval zijn. Af en toe wel een gitaartje nog. Ja, zeker wel. Maar jij hebt wel gewoon keurig dit pak al. Het wordt denk ik moeilijk bangen, maar we gaan het gewoon proberen. Ja, fantastisch. En we hebben oude Hollandse grabbeltonnen. Oké, en wat zit daarin? Dat weet je wel. Er zit gratis entree voor een heel jaar. Er zitten vlugeltjes in, er zitten rolletjes van 10 liters in. Het is echt wel de moeite om gewoon eens even lekker te grabbelen. En grabbelen mag je 1 keer doen of moet je voor betalen? Of... Ah ja, dat komt wel goed, we grabbelen er gewoon lekker over. Hé Donald? Billions grabbels. Hé jongens, ik wens jullie heel veel plezier. Polonaise, hè? Willen we Polonaise? Door de orde! Ja! Verkleed, of ben je wel verkleed? Ali man! Ben ik wel verkleed? Iedereen zei die man gaat zich niet verkleed. Doe je dat wel met de avond zelf? Zeker weten. Dan ga jij zelf carnaval vieren. Ga ik carnaval vieren. Check man. Doen we.